Peter van der Vorst ligt onder vuur na het binnenhalen van Matthijs van Nieuwkerk, niet alleen van Angela de Jong, maar ook andere prominenten uit de kritiek. Het rapport over vermeend wangedrag bij de publieke omroep laat op zich wachten, waardoor twijfels ontstaan over de timing van deze spraakmakende overstap. Martin van Rijn, voorzitter van de onderzoekscommissie naar Matthijs gedrag bij DWDD, stelt dat RTL mogelijk beter had kunnen wachten. Hij verwacht de publicatie van zijn rapport eind januari, maar dit is niet zeker vanwege eerdere vertragingen. Opvallend is dat Peter van der Vorst, de RTL-baas, de overstap met Matthijs van Nieuwkerk maakt voor de publicatie van het Commissie van Rijn rapport. Van Rijn noemt dit vreemd en vraagt zich af waarom RTL niet heeft gewacht op de uitkomsten, vooral nu het rapport binnenkort verschijnt. Mariette Hamer, regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, uit haar ongenoegen. Ze vindt het pijnlijk dat RTL met Matthijs in zee gaat voordat de Commissie van Rijn haar werk heeft afgerond. Hamer benadrukt dat dit pijnlijk is voor melders die moedig hun ervaringen deelden en vreest dat dit de meldingsbereidheid verder zal verminderen. Angela de Jong uit verbazing over Peters beslissing. Ze verwijst naar eerdere moedige acties van Van der Vorst, maar ditmaal lijkt hij volgens haar het fatsoen niet te hebben gehad om het Commissie van Rijn onderzoek af te wachten. Peter Van der Vorst verdedigt zijn keuze, benadrukkend dat het rapport lang op zich liet wachten. Hij stelt dat aanvankelijk resultaten voor de zomer werden verwacht, maar de publicatie steeds werd uitgesteld tot mogelijk eind januari. In de tussentijd waren al verregaande afspraken met Matthijs en andere partijen gemaakt. Peter zegt dat de deal transparant is gecommuniceerd, maar erkent het belang van het onderzoek en de betrokkenen. Vanavond doorbreekt Matthijs van Nieuwkerk de radiostilte bij RTL Boulevard, wat de aandacht opnieuw vestigt op deze opmerkelijke kwestie in de mediawereld.